trots overheerst vandaag bij de tunnelbouwers van bouwbedrijf Como 5. Al bouwen ze vaker tunnels, Nederland blijft een uitdaging vanwege de slappe veenbodem. We zeggen wel eens, we boren hier door dik water heen. En dat is toch altijd even wat lastiger dan door rotsachtige bodem. Waarom is dat lastiger? Nou, het heeft alles te maken met de hoge grondwaterstand. Dat konden we ook zien met het aankomen van de boor. Dat gaat hier niet gepaard met een prachtige ceremonie waarbij je de boor uiteindelijk door de wand ziet heenbreken. Maar dat die onder water moest aankomen om de drukken van grondwater en het water aan de buitenkant gelijk te houden. Ook het ondergronds passeren van de Vliet en een drukke spoorlijn waren spannende momenten. Nou ja, bij het spoor dat je dan een verzakking krijgt en dat de spoorlijn tijdelijk even buiten gebruik is. Nou, het is een belangrijke spoorlijn tussen Den Haag en Amsterdam en ja, dan kan je dat niet gebruiken. Extra trots zijn de bouwers op de mate van precisie van het boorwerk. In zijn totaliteit wijken we maar 20 mm af van het beoogde pad. En dat is ver binnen de toleranties. En wat zijn de marges daar dan? Is dat ook een soort sport van zo min mogelijke afwijking? Ja, de tolerantie die we hebben in het hele ontwerp is 10 centimeter. Nou, daar zijn we met 20 mm natuurlijk ver binnen gebleven. En dat is ook echt een compliment aan het tunnelteam van ons. In april start bouwer Como 5 met het boren van de tweede buis. Het streven is dat de eerste auto's in 2022 door de tunnel kunnen rijden.